Welkom bij Motorrit TV. Ik ben Maurice Pieterszoon en samen met mijn zoon Raoul toeren wij door het hoge noorden. We zijn nu in Zweden en ik sta op het dak van het Fort Boden. Tot eind 18e eeuw was deze regio totaal niet interessant voor de militairen. Ruw terrein. Kijk achter mij. Klimaat was ook maar zus en zo. Dus een invasie kon je hier niet snel verwachten. Maar dat veranderde allemaal begin 19e eeuw. Want hier ligt ook wat kostbare ijzererts in de grond. En daardoor werd hier een spoorlijn gebouwd. Wat meteen ook het militair interessant maakte hier. Dus er werden hier 5 forten gebouwd. Dit is er één van. En we liggen hier een kleine 150 kilometer van de Russische grens destijds. Want toen was Finland nog onder controle van Rusland. Dus een mogelijke invasie was zeker nabij. Nou, zoals al gezegd, 1901 was dit fort helemaal klaar. Bovenop de berg, dus je hebt ook echt een schitterend uitzicht. Echt geweldig. Maar na de Tweede Wereldoorlog was deze boel al snel verouderd en werd de nadruk gelegd op de luchtmacht. En de laatste fort is vrij laat ontmanteld in 1998. Natuurlijke muren met daarbovenop kanonnen. En een dakkie. Dus ik ben wel benieuwd hoe het van binnen eruit ziet. En wat nog meer grappig hier is. Je kan gewoon je eigen fikje stoken. En ze hebben al een portie hout klaargelegd. Dan heb je toch een mooi uitzichtje. Dit is de ingang van het fort. En als de vijand binnenkwam, werd je opgewacht door 2 kleine kanonnetjes. We zitten hier al aardig diep, maar het fort gaat nog ruim 5 verdiepingen de grond in. Ziekenboeg. Hier konden de mannen zich lekker wassen. Zacht stromend ijskoud water. Magazines voor de mannen. Oei, Ali ligt op de grond. Joe Fraser. Actie. Lekker slapen hier. ...500 man lagen hier gelegerd. Dat kon de keuken makkelijk aan. Maximaal 900 maaltijden per dag serveren. In geval van oorlog kon het garnizoen hier ook bijna verdubbeld worden. Officierenmes. Aan de muren hangen nu wat leuke lichtjes, maar destijds was er de muren vol met kaarsen. Vanuit hier werden de orders gegeven tot actie. En in het begin begon dat nog met buizen door de muur. Maar met de komst van elektriciteit werd het al gauw geavanceerder. Wachtlopen in de winter was geen pretje. Een soldaat die een wintertje erop had zitten, ging naar huis en stelde aan de legertop voor om een wolvenjas te maken. En hij maakte er 5 voor alle forten hier in de buurt. Granaten worden hier geladen, we gaan naar boven naar het artilleriegeschut. Hey Biden, hoe is het? Ja, best, best. Wat zeg je? Een taxi? Ik heb geen taxi nodig. Ik heb wapens nodig en veel. Hier kwamen de granaten binnen, gelijk
achterbaantje. Even oppakken. Neerzetten. Ging die weer automatisch naar boven. In het kanon en afschieten maar. Hij werd bestuurd door twee man. We staan op het dak van het fort. Achter mij deze dikke kanon 120 mm, 20 km rijkwijde. En hier lag ook een derde van de goudvoorraad tot 1982 verborgen. Wat niemand wist, ik ook niet, had ik het maar geweten. Maar helaas. Het zit erop, we zijn in Husen beland. Husen, Zweden. En ik ben even aan het wandelen in een dorpje. Even bekijken. Klein dorpje, 1709 inwoners. Ik heb net even geteld. En nou, wederom schitterende dag. Mooi gereden. Fantastisch weer. Wel een fris briesje. Maar uit het windje was het bloedje heet. Was echt prachtig. En nou ja. Eindeloze bossen, natuurparken doorheen gereden. Schitterende meren gezien. De een is nog mooier dan de ander. Het blijft een sprookje om hier door Zweden te mogen rijden. Nou, het zit er nog niet op, want we gaan morgen richting Stockholm, de hoofdstad. En daar hebben we ook het een en ander te bezoeken. Maar dat zullen we waarschijnlijk de dag erop doen. Dus morgen wordt het voornamelijk toeren, als het goed is. En ik ga jullie natuurlijk weer meenemen. Oh, als jullie denken, joh, het is het stil op straat, wat is het rustig. Ja, het is bijna 12 uur en nog hartstikke licht. Ook al zijn we een paar kilometer gedaald. Het is hier nog steeds hartstikke licht. De zon is onder. En om 2:30 komt hij weer omhoog. Maar donkerder dan dit gaat hem niet worden. Tot morgen.